Dames en heren, hartelijk welkom bij een terugkeer, kan ik zeggen. Want u bent te gast bij de slotbijeenkomst van Amsterdam Groeit. Een nieuwe vorm van participatie. 6 bijeenkomsten over allerhande onderwerpen die de stad en die de groei van Amsterdam aangaan door de hele stad. Maar het begon hier. Een jaar geleden, uit mijn hoofd op 6 maart 2017. Ja, en ik heb het hier ook staan ook. 6 maart 2017. En nu is het 2018. En nu hebben we een opbrengst die we met elkaar kunnen gaan bespreken. Wie was erbij vorig jaar op 6 maart 2017? Kijk. En wie was hier bijvoorbeeld bij? De verdichtende stad. Nou, dat is mooi. Zien jullie dat met al die post-its? Even kijken hoor. Levendige plinten, daar houden mensen van. Hè? Dus groene en blauwe. Nee hoor, dat staat denk ik op winkels die in gevels moeten staan. Hè? Wie heeft er meer dan 5 van die avonden bezocht? Ik denk, nou, ik heb eigenlijk de meeste wel meegemaakt. Nee, dan zet ik... Ja, iemand, kijk. Maar die heeft ook een badge om. Dus dat is wel bijzonder, maar het telt niet helemaal. Iemand die zegt, ik heb er meer dan 1 bezocht. Laat ik dan meteen zakken. Ja. Eventjes. Was het bijzonder? Pardon, ik schrik ervan. Was het bijzonder? Ja, het is altijd heel erg interessant om te zien hoe de gemeente denkt over de toekomst. Ja. En wij als, in mijn geval architecten, zijn erg benieuwd waar we onze tanden in mogen zetten. En waar was je? Ik was hier een maand geleden en in het voorjaar een keer. Oké, ja. Interessant om te horen wat de gemeente van plan is. Ja, ik weet niet of dat helemaal de allernieuwste opvatting van participatie is. Maar het is in ieder geval een uitkomst van een jaar lang reizen door de stad. Wat wij vanavond gaan doen. Om u heen ziet u 16 posters. En die posters die komen allemaal met mensen met badges. Dat gaat u straks ook zien. Het geheel heet een markt. Die posters die staan voor 16 studies die Amsterdam heeft gedaan op basis van de vraag, hoe moeten we dan groeien op zo'n manier dat het een metropool wordt waarin de menselijke maat centraal staat, om het maar eens mooi te zeggen. Die studies die kunt u straks allemaal bekijken. En er zijn hier ook mensen die antwoord hebben op vragen. En ik heb gehoord dat ze ook nog steeds openstaan voor suggesties. Dus dat is heel mooi. Achter mij staat Mark van Huisdij. En Mark van Huisdij gaat een soort slotkaart maken van vanavond. Een plattegrond gebaseerd op wat hij allemaal hoort. En jij hebt daar zelf een speciale titel bij, Mark. Ja, goeiedag. Ik ben Mark, ik ben visualizer. En bij besprekingen worden vaak notulen gemaakt. Dat doe ik ook, maar ik doe het in beeld. Dus ik ga heel goed luisteren wat er allemaal verteld wordt, opschrijven. En misschien krijg ik ook in de loop van de avond nog wat input van jullie. Niet allemaal, hoop ik, maar ik ga ermee aan de slag. Je staat open voor enige vorm van participatie, hè? Zeker, ja. Helemaal. En wel in tekst, want mensen gaan niet zelf tekenen, maar ze mogen tegen jou dingen zeggen die ze mogen aanvullen. Ja, inderdaad. En ik begreep dat je het niet helemaal alleen gaat doen. Floor helpt, die zit hier ergens in de zaal, die is ook aan het schetsen, want ik kan niet overal bij aanwezig zijn. Dus ik heb wat ondersteuning. Ja. Floor, waar ben je? Oh, kijk, Floor die staat vanuit het balkon. Staat zij. Zij is er ook. We hebben ook Marieke Balier rondlopen. Die maakt een filmimpressie van vanavond. Als je daar geen zin in hebt, zeg dan liefst enigszins beleefd, sorry, maar ik wil liever niet geïnterviewd worden. Als je denkt, nou, nu is eindelijk de kans om mijn mening op beeld te vereeuwigen, dan loopt Marieke Balier hier dus rond. En die... die staat open voor wat voor statement dan ook van jou, denk ik. Over Amsterdam en Amsterdam Groeit. Als je iets te twitteren hebt, ook altijd fijn. Dan zie je Ette Zwijger en dan hashtag Amsterdam Groeit. Dat is leuk voor vanavond, kunnen mensen reageren. En dan kan het morgen eventueel nog worden teruggelezen wat mensen zo al zeiden. Eerst even kijken of ik een beetje opschiet, want we hebben zoveel te doen. Dat ik even moet kijken wat we verder nog aan programma hebben. Dat is eigenlijk een kleine grap, hè? Want achter je kun je er moeilijk omheen. The elephant in the room.
Een gigantische maquette. Ik begreep dat, maar de ambtenaren zijn nog aan het meten. Maar men roept dat dit de grootste maquette is die Amsterdam op dit moment in huis heeft. Hij is 4,5 bij 5,5 meter. En het is een impressie, let op, geen definitief plan, zelfs geen voorstel, maar wel een impressie van wat Havenstad zou kunnen zijn. Hè? Havenstad, grootste uitbreiding van Amsterdam. Uit mijn hoofd 70.000 woningen. Kijk ik even of dat klopt. Ja, dat is een gigantische, bijna een nieuwe stad vast aan een stad. Daar is over nagedacht, aan getekend en geknutseld. Dit is een eerste verkenning van hoe dat eruit zou kunnen zien. Ook daar kunt u straks over in gesprek en vragen over stellen. Dus we hebben een markt, een tekenaar, we hebben een filmer, we hebben een maquette, we hebben Atta de Tolk. Dat is een enorm goede motivatie om te zorgen dat u hier aan het eind van de avond allemaal weer terugkomt. Want hij doet een wrap-up van de avond. Een wrap-up schrijf je ook R-A-P-U-P. Dus hij gaat rappen. Hij is een woordkunstenaar. En waar we een visueel notulist hebben, ze hebben ook iemand met een perfect oor. En die gaat de avond in een rap op zijn eigen wijze samenvatten. Dus we hebben Atta de Tolk. We hebben straks voor jullie twee korte talkshows. Allebei van een half uur. Waar ik zo meteen meer over ga vertellen. In de workspace hiernaast. Maar eerst ga ik het woord geven aan Esther Agricola. Zij staat hier namens Erik van den Burg. Zij is directeur ruimte en duurzaamheid van de gemeente Amsterdam. Staat hier natuurlijk ook namens zichzelf. Erik van den Burg is op campagne, kondigde vorig jaar dit aan. En nu is aan de directeur ruimte en duurzaamheid om te vertellen hoe mooi het allemaal geworden is. Of iets anders. Esther Agricola. Dankjewel, Menno. Ja, goedenavond allemaal. Van harte welkom. En inderdaad, op een paar weken na is het een jaar geleden dat we dit programma Amsterdam Groeit starten. We hadden natuurlijk het schitterende coalitieakkoord, 50.000 woningen. We hadden Koers 2025 ontwikkeld als de paraplu waaronder we deze opgave vorm wilden geven. En we hadden ongelooflijke behoefte om met dat programma, met de stad, in gesprek te gaan. Wat gaan we eigenlijk doen? Doen we het goede? Wat komt er allemaal bij kijken? Nou, dat hebben we geweten. We hebben een aantal fantastische bijeenkomsten gehad. Het kwam net al eventjes voorbij. Waarbij ook steeds we de bestuurders hebben weten te verleiden een aantal uitspraken te doen. En ik neem ze even heel kort door, want anders had Erik van den Burg dat zeker gedaan. Hij mocht ook aftrappen, de openingsbijeenkomst als wethouder ruimtelijke ordening. En het eerste wat hij zei, en dat ligt misschien voor de hand, maar het was toch heel leidend voor onze exercitie. Hij zei heel snel, jongens, een stad maken is meer dan woningen bouwen alleen. Die 50.000, het zal. Maar het gaat niet om de aantallen, het gaat echt om de kwaliteit van de stad. En nou ligt dat misschien voor de hand, maar het is ongelooflijk belangrijk dat een wethouder ruimtelijke ordening daar voortdurend op blijft hameren en niet in een kwantitatieve modus schiet. Dat was Van den Burg. We hadden een tweede bijeenkomst over maatschappelijke voorzieningen met wethouder Koekenheim. En die was ook ongelooflijk interessant. Ook zij onderstreepte, en ook dat lijkt voor de hand liggen, dat we die voorzieningen gelijktijdig met de gebiedsontwikkelingen moeten doen. En dat was nog helemaal niet zo eenvoudig. Want eigenlijk moesten wij vrij snel constateren dat dat maatschappelijk verhaal, als je niet oppast, achter het tempo van de ruimtelijke ordening loopt. En dat is gewoon niet goed. Zij hamerden daarop en we hebben daar een paar hele mooie stappen in bereikt waar Pieter zo op zal ingaan. Maar ook dat was een belangrijk moment. Vervolgens kregen we economie, toenmalig wethouder Ollongren, die heel mooi de economie van morgen, de nieuwe economie, uiteen kon zetten. En daarmee, van wezenlijk belang, echt de stap naar de regio zetten. De gemeentegrenzen zijn steeds meer een formeel iets, in sommige ogen een fictief iets. Je moet er overheen, je moet het samen met elkaar doen. Je moet verbindingen leggen dus tussen de verschillende gebieden. Dat was Ollongren.
toen kregen we een tandempresentatie, een duo-presentatie van Shoho en Van den Burg. Je ziet ze daar zitten op een barkruk en dat ging over groen. En deze heren waren het er roerend over eens dat groen en ruimtelijke ontwikkeling geen vijanden zijn, maar dat het een het ander veroorzaakt, dat het twee kanten van dezelfde medaille zijn. En dat we in Amsterdam het best goed hebben als het gaat om het groen. Er is veel. Daar hebben we eigenlijk niet over te klagen. Maar waar we wel over te klagen hebben, is de kwaliteit en de gebruiksintensiteit van het groen. Dat kan beter en dat moet beter. Vervolgens een hele druk bezochte bijeenkomst met Pieter Litjens. Die onomwonden zei, het moet gewoon anders als het gaat om bereikbaarheid. Zo kan het niet langer. We moeten een schaalsprong maken in de mobiliteit en in ons openbaar vervoerssysteem. Nou, de kranten stonden er vorige week weer vol van. Er zijn wat kleine doorbraakjes gepleegd met het Rijk. En hij zei vooral, en die is interessant, we moeten, dit is niet alleen meer een overheidsding, we moeten nieuwe partners zoeken in het OV-verhaal. Ook een mooi statement. En tenslotte duurzaamheid, wethouder Shoho. Hij was echt de laatste, u mist misschien wethouder Evans. Die kregen we op een of andere manier niet in het programma. Dus Shoho was de afsluiter. En hij zei, weet je, als het gaat over duurzaamheid heb ik eigenlijk maar één ding. Dat zit hem in de verdichting. Verdichting is voor hem duurzaamheid. Dan maak je een compacte stad en dat is een duurzame stad. En in die verdichtingsopgave zitten wat hem betreft de betere innovaties. Echt de grote veranderingen. Dat was onze wethouder duurzaamheid. Nou, fantastisch. Een mooie oogst van de bestuurders. En eigenlijk kan je zeggen, ik vind het geweldig om vlak voor de verkiezingen af te sluiten met deze reeks. Dat is ook de reden waarom de bestuurders er niet bij kunnen zijn. En het is natuurlijk ook geen afsluiting. Wij zien het vooral als een begin van iets anders. We kijken niet alleen terug op dat jaar, maar we willen ook vanavond vooruitkijken. Dat zal Pieter met name doen. Maar ik kan wel zeggen dat ik ongelooflijk trots ben op wat we hebben opgehaald. Want ik vind dat we dat met veel mensen hebben gedaan. Dus het is misschien niet eens zozeer van wat wil de gemeente en wat mogen wij dan doen. Ik hoop heel erg dat we het samen kunnen doen. En we hebben dat ook in alle openheid gedaan. En dat is volgens mij een heel groot verschil. Nog heel even een paar minuutjes over hoe zit het nou met Amsterdam? We moeten daar toch even bij stilstaan. Waarom gaat het nou zo goed? En we weten het allemaal. Wij behoren tot de gelukkige steden die in die enorme wereldwijde trend zitten van urbanisatie. Wij horen daarbij. Dat kan niet elke stad zeggen. En waarom horen wij daarbij? We hebben Schiphol, we hebben de haven, we hebben de datahub. Dat maakt een groot verschil ten opzichte van andere steden. Maar we zitten er ook bij omdat we daar keihard aan hebben gewerkt. Wij hebben de afgelopen 30 jaar gigantisch geïnvesteerd in onze stad. Dus je zou kunnen zeggen, we hebben het echt aan onszelf te danken dat we in dit prettige gekkenhuis zitten waar we nu in beland zijn. We hebben de grachtengordel gigantisch opgeknapt. Het lijkt nog maar kort geleden dat het een verloederde bende was. We hebben daar gigantisch veel in geïnvesteerd. We hebben de grote uitbreidingen van de eilanden gerealiseerd. Met als sluitstuk Eiburg. De hele wereld komt erop af. We hebben heel veel achterstandswijken opgeknapt. Denk aan Zuidoost. Denk aan het succes van Kleiburg bijvoorbeeld. Maar ook het Damrak. 10-12. De Rode Loper. We hebben heel veel geïnvesteerd in de culturele voorzieningen. Als je dat op een rijtje zet, het Stedelijk, het Rijks, het Van Gogh, de Hermitage, het Scheepvaartmuseum, het Concertgebouw een beetje opgeknapt. Dat verklaart de enorme toestroom van bezoekers. Kijk eens naar het aantal evenementen wat we met volle glorie naar binnen hebben gehaald in deze stad. Duizenden bezoekers. Dus wij hebben het aan onszelf te danken. En dat succes betaalt zich nu uit. Dat is ongekend en ongeëvenaard. En dat heeft natuurlijk ook
een keerzijde. Daar hebben we het vooral over gehad. Over de keerzijde afgelopen jaren. Gaat het niet te snel? Gaat het niet te haastig? Zijn we niet te slordig? Is er genoeg voor iedereen? Is het niet alleen voor de happy few? Worden we niet een reservaat voor de toeristen? Worden we niet een reservaat voor de rijken? En dan doet onvermijdelijk de vraag zich voor... Moeten we de groei eigenlijk niet gewoon beteugelen? En ik durf te beweren dat die discussie een klein beetje achter de rug is. Het beteugelen van de groei. Als je kijkt naar de verkiezingsprogramma's... dan zijn de ambities, behalve bij Partij voor de Dieren, ongekend groot. 10, 12.000 woningen per jaar. Dus dat betekent dat de politieke partijen onomwonden kiezen voor groei. Het woord ruimtelijke ordening vind je niet meer terug in de verkiezingsprogramma. Daar wordt eigenlijk niet over gerept. Er is één partij die heeft het over echt ruimtelijke kwaliteit en ruimtelijke adviseurs. Maar het is op een of andere manier geen issue. Misschien is dat wel goed nieuws. Ik durf het niet te zeggen. Goed, dus die discussie lijkt een klein beetje voorbij. En dan moet je zeggen, als je A hebt gezegd, 30 jaar investeren, moet je ook B zeggen. Maar wat is dan de volgende stap? Wat is dat B? Wat mij betreft begint dat met iets heel simpels. Nieuwsgierigheid. Nieuwsgierigheid naar de toekomst. En dat betekent dat we over de komende 4 jaar moeten durven heen te springen. De stad is meer dan woningen, Erik van den Burg zei het al. Maar de stad is ook meer dan een projectencarousel. Met alleen maar leuke projecten heb je niet meteen een visie op de stad te pakken. Heb je geen vergezicht. Moet er dan weer een masterplan komen? Ik denk het niet. Maar er moet wel gewoon simpelweg een vergezicht en een visie komen. En die moet gevuld zijn met ongelooflijk veel verbeeldingskracht. Bijvoorbeeld zo'n maquette waar je het met elkaar over hebt. Dus dat vind ik belangrijk. En ik kijk uit naar het nieuwe college. Die omarmt de groei. Die heeft het gelukkig over kwaliteit. Sociaal, fysiek en economisch. Maar ik ben vooral nieuwsgierig naar de toon die het nieuwe college zal aanslaan. Voor mij is dat het allerbelangrijkste. En ik hoop dat dat een open, nieuwsgierige toon is. Ik ben ook, tenslotte, heel nieuwsgierig naar de nieuwe burgemeester. Wij weten in steden die het goed doen op de wereld, die hebben krachtige burgemeesters. Burgemeesters zijn leidend in het bestuur van grote steden. Die hebben het niveau van een staatsman. Dus ik mag hopen dat ze de beste merrie van stal halen als het gaat om onze nieuwe burgemeester. Het is een spannende tijd. Het blijft ingewikkeld. Het blijft complex. Maar ik hoop dat we de angst en het cynisme kunnen overwinnen met elkaar. En dat we er heel veel plezier als vakgemeenschap en als Amsterdammer aan gaan beleven. De kunst zit hem volgens mij in het goede proces. En in de goede raadgevers. Wij moeten het samen doen. Het zit hem natuurlijk in het wat. Maar het zit hem de komende tijd ongelooflijk in het hoe. Hoe gaan we het doen? Durven wij echt met elkaar samen te werken? Durven we dingen aan elkaar over te laten? Komen we in het goede gesprek, maar vooral komen we in het goede proces? En voor mij zit in het hoe de grote verandering van de komende tijd. Dank jullie wel. Esther, nog even 1 seconde, want wij kunnen het natuurlijk toch niet laten, omdat deze avonden ook in teken stonden van nieuwe vormen van participatie. Ja, straks kom jij nog een keer naar de kaart kijken, hoe we dat met elkaar gaan. Maar we hebben net gehoord hoe onze zeg maar grote roermannen vooral en roervrouwen, hoe die de avonden openden. Is er nou ook iemand, gewoon iemand geweest tijdens die avonden die iets gezegd heeft wat het ook nog even verdient op het podium om even gememoreerd te worden? Een opmerking van een bezoeker. Nou, ik vond dat je in alle avonden terugzag de enorme behoefte
aan. Samenwerking. De stad zit vol met ideeën, zit vol met initiatieven. Ja. Dus de behoefte van lieve gemeente, zet de deuren en de ramen open. We willen het met jou doen, we willen het met elkaar doen. Die wordt overal gehoord. En wat mij betreft is dat een beetje de bus in de stad op dit moment. Ja. Iedereen heeft het erover. De verkiezingsprogramma's staan er ook vol mee. En we moeten dat begrip participatie nieuwe vorm en inhoud geven. Ja. Dus Amsterdammers reikten de hand en vroegen om ruimte voor een initiatief. Zoiets? Nee, ze vragen om ruimte in de samenwerking. Ja. En met elkaar bepalen en afspreken hoe die samenwerking eruit zou kunnen zien. Juist. Dus dat is niet de gemeente die zegt, ik wil zo met jou samenwerken. Nee, dat is een gemeente die zegt, hoe zullen wij samenwerken? Ja, ja, ja. En dat is een wezenlijk andere vraag. Ja, oké. Dankjewel. Dat is een mooie verduidelijking. Esther Agricola. Pieter Klomp is adjunct directeur, ook bij Ruimte en Duurzaamheid. Pieter, ik ga jou heel speciaal inleiden, omdat we met elkaar op gaan letten. Wij moeten onze oren spitsen, want deze hele reeks is begonnen met een belofte van Van den Burg, die eerder al geciteerd werd, om te gaan groeien. Maar een vraag die hier gesteld werd, en ook daarvoor al vanuit de gemeenteraad gesteld werd, dus door de politiek en door Amsterdammers. Wat is dan precies ruimtelijke kwaliteit? Dus als Amsterdam dan groeit, maar dat vanuit de menselijke maat wil doen en op een kwalitatief hoogstaande manier, wat is dat dan? Nou, en het antwoord daarop was, dat gaat u volgend jaar horen, van Pieter Klomp. Dus daar mag u, daar mogen we met elkaar denk ik heel gespitst op zijn. Dat het verschil tussen voor en na deze lezing van Pieter is dat we nu nog niet weten wat dat betekent, kwaliteit, en dat zo meteen wel weten. Pieter Klomp. Nou, dat is een mooie uitdaging. Wat ik met u wil doen is in een razend tempo zeven avonden doornemen die we hebben gehad. En daaruit te vissen wat de stad op heeft geleverd op die vragen. En als ik heel snel aftrap, dan zeg ik, ik begon elke avond met deze dia. Waarom is dit überhaupt wat we hier staan? Dat is omdat die stad groeit, de inwoners groeien. Groeien al, ook toen het crisis was, groeide het gewoon door. Ook toen er weinig gebouwd werd, de stad bleef maar groeien. En daarvoor zei het college, maak een plan, maak een kaart waar we in godsnaam die woningen weer kunnen gaan bouwen toen de crisis voorbij was. Dat werd koers 2025. Minimaal 5000 woningen per jaar in deze stad. En daar hebben wij plannen uitgewerkt en ze zijn concreet geworden en we zijn lekker bezig geweest. En dat is eigenlijk prima gegaan. En als we daar grafiekjes bij maken, dan laten we zien dat we prima boven die 5000 zijn gekomen. We zijn er zelfs boven, ruim boven gekomen. Dus we hebben voldaan aan de vraag. En historisch gezien is de bouwpiek die we nu hebben, is eigenlijk maar twee keer eerder in een eeuw voorgekomen. Eén keer in de jaren 20, toen de Amsterdamse schoolperiode de stadsuitbreiding was. En één keer in de jaren 80 met Jan Schaefer. Maar die brak daar wel eerst een hele hoop buurten voor af, waarna die ze weer opbouwden. Dus het is vrij uniek waar we in zitten. Nou, je zou kunnen zeggen, dan waren we dus klaar. Opdracht van het college voldaan. Dat is toch niet helemaal zo, want dit soort vragen kwamen er natuurlijk op. En voor wie doen we dat? Esther zei het net al. Voor wie doen we dat? En wat word je dan voor stad? En het is meer dan alleen maar woningen. En zo trapte Van den Burg een jaar geleden dus ook af. En je zag het ook in die avond. De opmerkingen van mensen die op posters werden geschreven waren niet, kan het niet wat meer of kan het niet wat sneller? Nee, die waren heel ander soort vragen. En waar leidt dit dan toe? En let je ook hierop? En is dat niet belangrijk? Dus het waren veel meer vragen die de condities en de context beschreven. En dat hebben wij in die avonden doorgenomen in een aantal thema's. En die ga ik even met u doorlopen. Dingen die voorwaardelijk zijn of afhangen van die groei van woningbouw, maar die samen die kwaliteit van de stad maken, waar Menno het over had. En niet de eerste, maar wel waar ik even mee begin, is de avond voor verdichting, want dat is eigenlijk de hele aanleiding waarom de rest ook van belang is. Daar lieten we zien dat dit vrij uniek is wat we aan het doen zijn. Altijd als Amsterdam groeide, was het weilanden bebouwen of eilanden maken in het water. En voor het eerst nu zijn we eigenlijk het grootste deel van de groei in de bestaande stad aan het doen. En dat is nieuw voor ons eigenlijk in deze schaal. En waarom doen we dat? Omdat we dat landschap niet vol willen bouwen.
Maar ook omdat een dichte stad, een compacte stad, volgens deze meneer West, die dat allemaal onderzocht heeft, ook veel meer duurzame condities oplevert voor een stad. Dat is een heel simpel voorbeeld wat hij daarin had. Hoe groter de stad, per 10.000 inwoners, hoe minder benzinepompen je nodig hebt bijvoorbeeld. Hey, hoe kan dat nou? Nou, dat zijn dus voordelen van grote steden. En zo zit het er vol mee. Dus wat wij de vraag kregen is, dat is leuk, die 50.000 woningen. En is het daarna op of kunnen we nog doorgroeien? Dus wij zijn gaan zoeken en we kwamen in de stad, als het echt moet, wel tot 200.000 woningen die er nog bij kunnen. Kan natuurlijk helemaal niet zomaar, want we hebben het gevoel dat de wegen nu al vol zitten bijvoorbeeld. Dus hoe moet dat dan? Nou, daar kom ik zo op aan. En ik heb twee voorbeelden daarbij. Havenstad met 70.000 woningen komt dan uit de lucht vallen, lijkt het wel. Nou, hier staat de maquette. De sluisbuurt is ook zo'n discussie geweest. En dan ging het heel erg over, en hoe ziet het er dan uit? En moet het dan in hoogbouw of niet? En ja, het hoeft niet in hoogbouw. Verdichting is niet hoogbouw per definitie. Het kan ook zo. Deze twee hebben ongeveer even grote dichtheid. Evenveel inwoners per oppervlak, als het ware. En je kunt daar nog in kiezen. Maar we hebben wel binnen de stad een hoogbouwbeleid. En daarbinnen zijn dingen mogelijk. Bijvoorbeeld langs de knooppunten zouden we graag dichtere bebouwing willen. Maar ook aan het IJ, op bijzondere landschappelijke punten, kan je hoogbouw toepassen. Dat is gewoon het beleid wat door de gemeente is vastgesteld. En wees voorzichtig met de UNESCO-gordel. Dat is in het midden juist het punt. En dat doen we ook eigenlijk. Alleen het verschil is dat we het misschien wat intensiever doen dan voorheen. Dus in plaats van één toren op Overhoeks, worden het een heel clustertje. En dat zie je eigenlijk overal in de stad nu aan het gebeuren. En ja, dat leidt misschien wel, als we het in extreme eens even getekend hebben, wordt er dan zo'n soort stad? Nou, hier gaan we allemaal verdichten. En hier zou in principe volgens het hoogbouwbeleid ook allemaal intensiever hoogbouw gepleegd kunnen worden. Maar, zoals ik zei, het kan ook op andere vormen. Maar zo'n soort groei zou je in extreme overdreven kunnen voorstellen. Op die avond van verdichting hadden we ook een architect uit Londen. Die zei, nou, wij kennen er ook wat van in Londen. We hebben in de afgelopen jaren 450 hoogbouwgebouwen neergezet. 450 zitten nog in de pijplijn. Die worden nog gebouwd nu. Die komen er nog eens bij. En het gaat helemaal niet om hoogbouw of laagbouw. Wat veel belangrijker is wat voor straat maak je daarmee? Wat voor stad ben je op straatniveau? En daar moet je op letten. En dat zien we bijvoorbeeld hier in de Bannen. Waar de Eidoornlaan toch vooral een verkeersweg is voor auto's, niet voor mensen, denk je dan. En dat kan je door het via verdichting kan je ook helpen om die straat gewoon tot een straat, zoals we dat in Amsterdam liefst zien, waar je ook prettig voelt, te maken. Dus verdichting kan eraan bijdragen en daar kun je allemaal regeltjes voor gaan bedenken. Dat moeten we zeker doen. Hoe maak je dan die goede link met de straten en met de en hoe zorg je dat gezinnen daar een goede plek in vinden? En dat kan in hoogbouw, dat kan in andere vormen. Maar er zijn een hele hoop dingen waar we die eigenlijk naar voren kwamen, waar je mee aan de slag kan gaan. Het punt is dat waar vindt die verdichting plaats? Vooral op transformatie van bedrijventerreinen. Die tot gemengd gebied worden. Maar niet alleen dat. Het zit ook in, ja, we kunnen ook sloopnieuwbouw doen in bestaande woongebieden. Want dit kwam er wel uit. Waar we het ook gaan doen, het zal altijd iemand pijn doen. Want ja, we zijn niet meer in het weiland aan het bouwen. We zijn in de stad aan het bouwen waar of iemand werkt, of iemand recreëert, of iemand sport, of iemand werkt. Iets anders heb je eigenlijk bijna niet. En ja, we hebben dus altijd een ingewikkelde discussie over hoe we dat dan daar doen. En een voorbeeld was in die avond Amstelstation en omgeving en specifiek de Van de Kunbuurt, nummertje C. Is ook in de krant natuurlijk uitdrukkelijk geweest. Ja, misschien willen wij dat wel slopen en 3 à 4 keer zo hoog of dicht terugbouwen. Kunnen er 3 tot 4 keer zoveel mensen wonen? Ja, dat is leuk, maar er wonen ook mensen. En die zaten ook in de zaal en die zeiden, ja, en hoe zit het dan met mij? Want ik woon hier. En wat natuurlijk bijzonder is dat voorheen sloopnieuwbouw altijd was, u heeft een hele slechte woning en hij tocht en er zit schimmel in en we gaan hem beter voor u maken. En hier is niks mis met die woningen. We zeggen alleen, we hebben de plek nodig. En ja, u mag terugkomen voor dezelfde huur. Maar wel met meer mensen samen delen. Nou, dat is een, hoe voer je die discussie nou? Dat hebben we natuurlijk afgelopen weken ook in Noord heel erg gezien met de overkant van de Sixhaven, vanaf hier gezien. Daar speelde diezelfde discussie. Hoe voer je dat gesprek dan met elkaar? Want het gaat altijd om plekken, wat ik al zei, waar of mensen wonen, of mensen werken, of mensen sporten, of wat dan ook. Dit is een belangrijke nog, vond ik. Uit de crisis hadden we veel zelfbouw om de stad aan de gang te houden.
Ik vind het zelf heel erg belangrijk dat we dat weten vol te houden. Niet om de aantallen, maar gewoon om de manier waarop een stad zich ontwikkelt. Want dat geeft een andere dynamiek. En dat wil niet zeggen dat het allemaal nog eensgezinswoningen zijn. Want misschien kan het ook wat dichter. Het komt ook uit de markt zelf. Dus eigenaren van bedrijventerreinen zeggen ook wel van bedrijfspanden. Daar kan wel wat op bij mij. Dus er komen steeds meer vormen van initiatieven uit de stad. En het is niet meer zo dat wij alles moeten bedenken en dan het in de inspraak brengen. Dan wordt het uitgevoerd. Nee, er komt een heel ander proces op gang. Waar mensen ook kansen zien en zelf aan de gang willen. En dat betekent niet alleen maar meer. Het kan soms ook minder zijn. Deze NDSM-werf, hier op een beeld van de ontwikkelaar, laat ook zien dat we de NDSM Oost, waar die letters op staan, wilden we ook nog een paar honderd woningen bouwen. Zit in de plannen, zit ook in koers. En eigenlijk zeggen we, misschien moeten we het maar even niet doen. Het wordt al veel dichter in de omgeving dan we hadden gepland. Het gaat eigenlijk heel hard daar. En misschien moeten we die NDSM Oost, waar die werven, het deel van de NDSM met de restanten van de werf echt nog. Misschien moeten we het voorlopig maar even gewoon met rust laten. En moeten we dat en gaan we over zoveel jaar wel weer eens een keer kijken. We halen het uit koers en misschien hebben we die ruimte op termijn gewoon wel echt nodig als die stad steeds dichter wordt. Dus dat kan ook. Het kan ook de andere kant op. En dat komt uit die avonden. In het afgelopen jaar zijn we eigenlijk steeds scherper dat soort discussies gaan voeren. En hebben we ook dus meteen met de wethouder en met het college en de raad ook dit soort beslissingen genomen, dan halen we hem eruit. Complete stad. Ja, er horen scholen, sportvelden en weet ik het wat, hoort er ook allemaal bij. Maar ja, als je dat allemaal op gaat tellen, volgens de verhouding die we nu hebben, dan kan dat natuurlijk helemaal niet. Want je kunt niet meer blijven toevoegen in een bestaande stad en dan geen weiland willen bebouwen en het moet er toch allemaal in. Op de traditionele manier. Dat gaat niet. Dus we moeten absoluut naar intensievere vormen. Een school gaan we nooit eigenlijk bij voorkeur meer zomaar als een school zetten. Maar dan moet er iets op of bij, in dit geval, studentenwoningen. En scholen veranderen ook. Ze zijn niet meer hetzelfde als 10 of 20 jaar geleden. Ze krijgen een veel meer dynamischere functie in de buurt. En hebben ook een leeftijdscategorie die al bij nul gaat beginnen. En dat betekent dat scholen ook anders worden. Dus op het Zeeburgereiland, waar wij een avond hadden over maatschappelijke voorzieningen. Daar kwam bijvoorbeeld het Eiburg College 2, wat daar staat. Ja, dat is een hele flexibele school, die kan blijven veranderen. Maar er zit er ook één voor 0 tot 13-jarigen. Daar kun je nog weer een stuk bovenop bouwen als het gaat groeien. Daar is allemaal rekening mee gehouden. Dus flexibel en belangrijk is ook een verbinder in de buurt. Het is niet, er hoort een school bij. Nee, de school kan ook, voorzieningen kunnen ook de samenhang helpen. Nou, dat hebben wij in het afgelopen jaar, omdat het zo belangrijk naar voren is gekomen, gewoon vastgelegd in referentienormen. Dus als wij nieuw gaan bouwen, dan hoort er dit en dit en dit bij. En daar gaan we ook geen discussie over hebben, dat moet gewoon. En als je denkt daarvan af te wijken in je plan, dan moet je een heel goed verhaal naar de raad hebben om uit te leggen waarom dat bij jou anders is. Die hebben we gewoon in het afgelopen jaar opgesteld en vastgesteld. Dat geldt ook voor sport. Dus toen er bij Multatuli aan de Haarlemmerweg ter sprake kwam, kunnen we daar niet beter woningbouw neerzetten? Ja, voor de verbinding tussen Nieuw-West en de haven wel. En voor de oversteekbaarheid van de straat is het goed als dat een goede stadstraat wordt. Maar zorg dan zo dat je die sportvelden die er nu liggen gewoon handhaaft en inpast. Sporten ook op een andere manier in de stad. We bewegen anders in de stad. Het is niet alleen maar dat je op een vereniging moet zijn. Dat verandert ook. Dus het is niet alleen het beeld van vroeger. Het gaat ook anders. Nou ja, daar zijn ook voorbeelden van hoe je dat anders kan doen. Bijvoorbeeld IKEA in Utrecht met voetbalvelden op de parkeergarage. Maar ook deze in Amsterdam-Noord. Studentenwoningen met op het dak een voetbal- en een basketbalveld. Ja, waarom niet? En we hebben dat in een aantal boekjes het afgelopen jaar vastgelegd. Zowel voor de stad als voor het gebouw zelf. Hoe doe je nou, hoe maak je een gebouw en je stad ook beweegvriendelijk zonder dat je op een sportclub zit? En wat kun je dan allemaal? Nou, dit is uitnodigend. Doe het vooral zo. Dit verplicht nog tot niks. Maar we hebben bijvoorbeeld ook in tenders waar ontwikkelaars kunnen inschrijven om een kavel te winnen, om te bouwen, zijn we gaan proberen. En als we nou gezondheid en bewegen als criterium kunnen introduceren waarop je kunt winnen, lukt dat dan ook? Kun je de ontwikkelaar uitdagen om een heel beweegvriendelijk gebouw te maken? En we hebben het ook bijvoorbeeld met kinderen, schoolkinderen geprobeerd. En hoe ziet het voor jou er dan uit? En in dit geval ook gewoon meteen gerealiseerd. En we vergeten ook niet ouderen.
Want het lijkt allemaal wel dat we een stad zijn waar het alleen maar om twintigers draait tegenwoordig. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Een verdichtende stad betekent ook, en als je ouder wordt, hoe vind je je weg en je plek in die heksenketel eigenlijk die het soms lijkt te worden. Dus ook daar hebben we principes voor opgesteld. En dat levert interessante opgaven voor ons op. Want als we bijvoorbeeld alle voorzieningen op een kaart zetten, en we doen daar bijvoorbeeld ook bij welke buurten verwachten wij sterke vergrijzing en welke wat minder, dan levert dat ons eigenlijk glashelder op. Als wij nou die stad gaan verbouwen, wat zijn dan de punten waar we extra op moeten letten en extra dingen nodig hebben? En daar kunnen we gewoon praktisch mee aan de slag. Dat kunnen we gewoon in de plannen versterken. Dat kwam ook voor cultuur naar voren. Amsterdam is een fantastische cultuurstad. We hebben per inwoner het beste cultuuraanbod ter wereld waarschijnlijk. Maar het zit allemaal in die binnenstad. Het zit allemaal binnen de ring. Dus uit die avond kwam ook, kan dat nou niet veel meer voor de stad betekenen? En waarom moet dat alleen maar, nou niet in de grachtengordel, maar wel binnen de A10? En daar zijn we dus ook mee verder gegaan. En kunnen we niet gewoon die spreiding vergroten? Kunnen we niet, misschien als een eerste voorbeeldje, het Van Eesteren paviljoen aan de Slotenplas, gewoon ook met cultuur en kunst gewoon de samenhang in de stad helpen versterken. En ook die ringzone als psychologische grens helpen doorbreken. Nou, complete stad betekende ook economie. En ik liet toen deze zien van een denktank uit Tokio, die eigenlijk Amsterdam tussen de grote in de wereld schaarde. Jullie zijn heel erg belangrijk als het gaat om vernieuwing en impact in de wereld op dat vlak. Dat is mooi. En dat zie je ook, want de banengroei is hier heel hard gegaan en de kantorenleegstand neemt heel hard af. Maar hoe doe je dat in een stad die ook aan het verdichten is? En dan zie je dat dat niet meer de traditionele bedrijvigheid is die op een bedrijfsterrein staat, maar dat het vaak gemengd is met wonen en dat het ander soort bedrijvigheid aan het worden is. En dit vind ik een heel tekenend voorbeeld. We hadden collega's uit Londen en die lieten eigenlijk zien dat in de city van Londen, daar werken bijna 500.000 mensen. In Amsterdam 550.000, bijna evenveel. Maar in de city wonen 8.000 inwoners. En dat vinden ze eigenlijk al te veel. Want die zijn best lastig voor het zakenmilieu. Dus hoe minder, hoe beter. Terwijl wij het omgekeerde aan het doen zijn. Wij zijn in de Zuidas aan het zeggen, kunnen daar alsjeblieft bewoners bij om dat een deel van de stad te maken. En dat is een andere eigenheid en een andere cultuur die we zoeken. Maar het betekent ook gewoon dat een Roëlstraat bijvoorbeeld, die prettig is voor auto's, maar niet zo uitnodigend voor mensen, ook tot een veel betere verbindingsstraat kan worden als je daar met verdichting ook zorgt dat er werkgelegenheid en voorzieningen in de plinten aan de straat kunnen komen, die ook weer allerlei nieuwe kansen voor de buurt gaan betekenen. Natuurlijk hebben we dan ook dingen die niet meer in Amsterdam passen. De traditionele bedrijvigheid met een hindercirkel of een plofcirkel. Daar moeten we samen met binnen onze grenzen, maar ook binnen de regio naar kijken. Maar het is niet zo dat alleen maar op dat gesprek met de regio daarover gaat. Neem het voorbeeld van Nike. In 1991 had ik hier nog een artikel gevonden. Zaten wij in concurrentie met Hilversum en nog wat andere over wie krijgt de Europese hoofdvestiging van Nike. En nu zeggen we, alsjeblieft blijf in Hilversum en we helpen jullie. Want we zijn gewoon één grotere regio en het hoeft niet allemaal naar Amsterdam. En dat is toch echt aan het veranderen. Groene stad, bij dat paviljoen van de ABN AMRO in aanbouw. Het circulair paviljoen. Is Amsterdam een groene stad? Wat vinden we van onszelf? Nou, de overgrote meerderheid was het daar roerend mee eens. Ja, dat zijn we. En dat komt eigenlijk omdat toen in de jaren 30 de uitbreidingsplannen getekend werden voor de stad, het Amsterdamse bos aangelegd werd en de Slotenplas, et cetera, was die stad voorzien op 1 miljoen inwoners. Nou, daar zijn we nog lang niet, zou je zeggen. Dus we hebben genoeg. Alleen, de kwaliteit is heel verschillend, de gebruiksintensiteit is verschillend en we gebruiken ook het groen totaal anders dan in de jaren 30. Dus er moet wel wat gebeuren. En er is een hele hoop verzameld. Dat betekent vooral, Esther zei het al, kwaliteitsimpuls en verbinden. Dat waren eigenlijk heel belangrijke thema's die we ook hebben uitgewerkt in eigenlijk een soort aanvalsplan. Waarvan de gemeenteraad ook heeft gezegd, maak er maar een visie van die wij kunnen vaststellen, want het is interessant genoeg om op te pakken. Dus dat is een opgave die we meekregen. En ook de koppen van de scheggen, van de landschapsscheggen die in de stad dringen, die worden hele belangrijke punten. Het college heeft ook gezegd, ondertussen gaan we wel gewoon investeren in groen. We gaan niet zitten wachten. Dus er is extra geld vrijgemaakt, bijvoorbeeld in dit geval om het opbouwen of de vernieuwing van het Noorderpark verder te voeren, die in de crisis een beetje was stilgevallen.
Maar dit doen we ook op Eiburg. Beginnen met een park met bomen planten. En de discussie is al geopend. Moeten we niet het laatste eiland van Eiburg voor groen en sport bewaren? En daar iets heel bijzonders mee doen. En deze. Amstel Glory, Volkstuinenpark, stond op de kaart van koers voor een paar duizend woningen. Nou, we hebben eigenlijk gekeken dat we met de verdichting in de gebieden daarnaast zoveel woningen zouden kunnen toevoegen dat helemaal niet nodig is. Sterker nog, dat we het als groengebied eigenlijk wel nodig hebben. Dus we hebben ook voorgesteld, en Erik van den Burg heeft dat in de gemeenteraad ook nog eens bekrachtigd, we halen Amstel Glory uit de voorraad voor koers 2025 en we houden het groen. Dat wil niet zeggen dat het blijft zoals het is, want we moeten dat groen met steeds meer mensen gaan delen. Maar we gaan er geen woning op bouwen. Dus dat kan ook. Bereikbare stad. We hebben allemaal weinig auto's in Amsterdam en dat neemt alleen maar af. Dat is mooi. Maar inwoners groeien ook. Dus dat wil niet zeggen dat we geen probleem hebben. Sterker nog, mensen die naar en uit de regio komen gebruiken nog steeds voor het grootste deel de auto. En dat levert problemen op. Daar kan je mooie kaarten mee tekenen met waar het allemaal gaat vastlopen. Is de oplossing in meer wegen bouwen? Nee, zei de hele zaal. Daar zit hij niet in. Hij zit niet in meer snelweg. Sterker nog, de Rijksadviseur voor de infrastructuur die we hadden uitgenodigd zei, heb nou niet te veel vertrouwen ook in technologische vernieuwing. Het staat stil, het zal stil blijven staan en files horen erbij. Sterker nog, zonder files reguleert het zich niet en gaat iedereen met de auto. Je hebt files nodig om veranderingen te maken. Die horen erbij. Als je geen files hebt, heb je eigenlijk te veel wegen gebouwd. Dat was min of meer zijn stelling. En dat is interessant voor een Rijksadviseur op dat vlak. En die zei, je kunt dus ook, zoals hier een studie van UN-studio over de Ring A10, als je daar nou eens anders over gaat denken. En wat als die vernieuwing ook leidt tot ander autogebruik? En we parkeren hem gewoon op de ring en we delen hem. En we gaan daarna met de tram of de fiets naar onze woning. En die hele A10, die wordt eigenlijk gewoon een soort stadsboulevard. Kan dat? Nou, en het interessante is dat afgelopen week eigenlijk dit soort dingen al een beetje in de krant kwamen die met het Rijk afgesproken zijn. Kunnen we niet kijken of de A5 aan de A9 de grote buitenring wordt en dat dit een binnenring wordt, veel meer voor de stad. Wat betekent dat dan voor de binnenstad? Dit voorbeeld van Rotterdam liet hij zien, maar we hebben ook een Amsterdams voorbeeld voor Stad Forum liet zien. Ja, je zou als je minder auto's op die gracht hoeft te parkeren, zou je er heel veel ruimte mee kunnen winnen in die drukke stad. Er zit gigantisch veel verborgen ruimte in. Drukte betekent ook dat er gewoon oplossingen bedacht worden. Wij hoeven het niet als gemeente allemaal voor te kouwen. Er zijn natuurlijk heel veel initiatieven, juist door die knelpunten, die bedacht worden over andere manieren van bezorgen, combineren van bezorgen. En dat is natuurlijk super. Dat is helemaal niet aan ons. We kunnen af en toe een duwtje geven. Bijvoorbeeld met de proef bij de Savatistraat. Al die fietsers over dat smalle fietspaadje, terwijl die auto er nauwelijks meer rijdt en een hele brede baan heeft. Wat als we dat omkeren? Laten we het gewoon eens proberen. En dan kijken we wel of het bevalt. En uiteindelijk betekent dat dan dat je naar een stad kunt waar minder de auto domineert en meer het openbaar vervoer en de fiets en het lopen. Maar daar moet je dan ook weer, heb je extra verdichting voor nodig, want anders is die tram of die metro niet rendabel. Dus dat grijpt op elkaar in. En ja, we investeren ook in het openbaar vervoer, dat hebben we ook allemaal op orde. Maar dat zijn maatregelen, vele honderden miljoenen, dat wel. Maar waar we zeg maar het bestaande stad verbeteren. En voor sommige plekken helpt dat. Andere plekken blijkt ook, zoals bijvoorbeeld langs de metro naar Zuidoost, daar zit eigenlijk nog wel meer ruimte in. Daar kunnen we meer bouwen, want die metro is nog niet tot zijn maximum benut. Dat is eigenlijk zonde. Nou, en nu zien we dat de discussies met het Rijk komen, waar het eerst leek dat dit kabinet er helemaal niks van wilde weten, niet van de grote steden en ook niet van openbaar vervoer, dat het toch begint te veranderen. En dat we in gesprek komen over, via die lobby waar Litjens al het over had, kunnen wij niet toch sterker in die openbaar vervoerverbindingen met de regio investeren. En dan krijg je wel dit soort vragen. De bovenste kaart laat zien, Enter NL... Als dit tussen Zuidas en Centraal Station en Schiphol een soort nationale entree wordt waar we investeren. Ga je daar dan bij bebouwen? Of ga je zeggen, zoals uit een avond kwam over het Amsterdamse bos vorige week, moeten we niet het Amsterdamse bos gewoon vergroten en dat opnieuw West veel beter aansluiten? Nou, sluit dit elkaar uit?
versterkt dit elkaar? Is dit te combineren? Dat zijn typisch het soort gesprekken wat we gaan krijgen de komende jaren. En waarin ik denk ik gewoon ook als gemeente, waarin we nog echt samen met de stad moeten gaan zoeken hoe we dat gaan doen. Hoe voeren we die gesprekken en hoe bepalen we wat belangrijk is? En dat is niet meer de gemeente bedenkt het plan en brengt het in de inspraak, want zo werkt het eigenlijk niet meer. Duurzame stad, de laatste. Er is een agenda duurzaamheid. De gemeente heeft allerlei doelstellingen. Prima. En dat levert allerlei systemen op, kwam daar. Van hoe gaan we nou het warmtenetwerk uitbreiden? En die verdichting kan er een zetje bij helpen geven. Dat is allemaal heel mooi. Daar kunnen we datacenters op aansluiten, want die produceren heel veel warmte. En je zag in dat soort systeemdiscussies dat dat nog best lastig is. Want wie garandeert dan dat die warmte uit die dingen blijft komen? En wat als opeens de computers of de servers twee keer zo energiezuinig worden, hebben dan opeens de woningen geen warmte meer? En wie neemt het risico? Dan kom je allemaal in ingewikkeldere systeemdiscussies en die moeten wij gaan voeren. Dat is niet te voorkomen, maar dat is niet het enige. Je kunt ook op andere dingen kijken. Je kunt ook met andere ogen kijken. Is dit vuilnis of is dit grondstof? Albert van Winden rekende toen uit, wat wij jaarlijks weggooien in de stad, als je dat recycelt, is dat een waarde van, ik meen uit mijn hoofd, 21 miljoen euro elk jaar, wat we gewoon in de oven gooien. Dus als wij beter recyclen, naar 65% wat wij willen, dan moeten we dus ook de afvalpunten in de stad gaan ombouwen tot recyclepunten. En dan komen ze misschien op een andere plek en in een andere vorm. Het betekent ook dat wij de ophaal van afval misschien ook wel anders moeten gaan doen op bepaalde plekken. Zeker zoals hier in de sluisbuurt, waar we in hele hoge dichtheid bouwen. Willen we dan de hele straat vol met containers hebben, of willen we die straat ook liever voor spelende kinderen gebruiken? Maar dan moeten we een ander systeem bedenken. Nou, dat zijn allemaal ingewikkelde vragen die we nu keihard op ons afkrijgen. En dat was niet het enige. Daarbij komt het ook nog eens dat het wel intensiever en harder lijkt te regenen als het eenmaal regent. En daar moeten we ook wat mee. Rainproof. We moeten zorgen dat wij droge voeten houden. En daar kunnen we de stad op inrichten. Daar hebben we ook best een goed beeld van. We hebben uitgerekend, waar zit het dan? Kunnen de systemen in de stad het aan? Welke plekken moeten we extra opletten? En waar gaat het eigenlijk wel goed? Daar hebben we mooi in beeld. Kunnen we als gemeente de linkerkant ook allerlei maatregelen voor gaan treffen in de straat? Alleen we gaan dat niet redden. Alleen maar met dat. We hebben ook de daken en de tuinen van de bebouwing nodig. En daarbij zit ook een uitnodiging om, doe het dan met de stad. Het is niet alleen maar de overheid die dat moet regelen. We moeten het besef krijgen dat we daar allemaal gezamenlijk voor staan, zo langzamerhand. En dat was een mooie afsluiting in die avond, of een tussenstijl van Babette Porcelein, die ons eigenlijk liet zien, wij denken wel dat we duurzaam zijn als wij maatregelen nemen, maar 70% van de niet-duurzaamheid die wij produceren is elders in de wereld. Elektrische auto liet ze zien. Als we allemaal elektrisch gaan rijden, is dat 30% gunstiger dan allemaal op benzine. Dat is niet zo heel veel. Terwijl wij denken dat dat nou juist het grote verschil is. Dat komt omdat elders in die wereld die accu gemaakt wordt, bijvoorbeeld. Wat heeft dan wel effect? Nou, als je naar jezelf kijkt, spullen. Spullen is nummer 1 van onze impact op de wereld. Ja, helemaal niet vliegen. Is veel kleiner, gemiddeld. Dat zijn toch even eye-openers waarvan je zegt, oh, dus het ligt veel meer ook bij mijzelf. We kunnen niet achteroverleunen. Het is wel het mooie nieuws dat je organisatie hele grote invloed kan hebben. Dus zij zei, jullie als Amsterdam, als je bijvoorbeeld besluit in je kantoren allemaal duurzame verlichting in te voeren, nou ja, met dat soort maatregelen heb je 1% effect. In je plannen kun je groter effect halen, maar je invloed kan veel groter zijn door anderen te helpen veranderen. En daar kan je het grote verschil in maken. Nou, dat doen we met een aantal producten, circulair. We dagen ontwikkelaars uit om extra duurzaam in te schrijven en kavels te winnen door de duurzaamste inzending te doen. Maar dit is cruciaal. Willen we het ook echt allemaal? En dat was interessant op die avond. Er in de zaal kwam ook op, nee, je moet dat als overheid gewoon afdwingen. Niks willen. Je moet gewoon zeggen dat het moet, punt. Jullie overheid zeggen, je moet het doen. Alle daken, groen, punt. Dat is een keuze. Raakt heel erg aan het gesprek. Hoe doen we dat dan met elkaar? Is dat inderdaad zo dat wij dat moeten gaan bepalen? Of zijn er ook andere vormen? Nou, en dan ben ik aan het eind. Dan hebben we die gehad. Hier gaan we niet op in. Het wonen. Esther zei het al. Wethouder Evans heeft met zijn woonagenda ongeveer tegelijkertijd een heel tour door de stad gehad over wonen. Op welke manier woon je dan in die verdichting? Die laat ik even zitten voor nu. Is wel reuze interessant, maar vooral even hoe verder. En
met het nieuwe college gaan we gewoon door op zoek naar nieuwe plekken. Want alle verkiezingsprogramma's zeggen meer woningen bouwen. Dus daar zullen we niet aan ontkomen. Dat gaat gewoon door. Dat zal in ieder geval onze opgave worden als ambtelijke ondersteuning. En dat betekent aan de ene kant wel dat we in een andere discussie komen. Dus we komen over grote, het linkerplaatje grote vragen. Dat kan alleen maar als we over nieuwe metrolijnen gaan praten. Als we gaan over andere manieren van mobiliteit in de stad, bijvoorbeeld. Maar het is ook leuk om te zien dat de stad daar zelf, wat ik letterlijk liet zien, zelf oplossingen voor bedenkt. Ondernemers zien daar ook kansen in. Ondernemers zien daar hoe ze zelf in kunnen veranderen. En dat betekent dus dat we het niet alleen meer over projecten hebben namelijk, maar dat de hele stad van belang wordt. Het gesprek met de hele stad over hoe verandert de stad door die verdichting. En daar moeten we allemaal in meedoen. En er zijn er twee verschillende voorbeelden die ik nog even kan noemen. Onze collega's in Berlijn zitten met het handen in het haar. Die zeggen, we hebben een ontzettend goed participatiemodel in Berlijn ontwikkeld. Maar wat we nu in Berlijn meemaken is dat de stad opeens begint te groeien. Hebben we sinds de jaren 20 nooit meer gehad. En dat gaat niet snel genoeg met al die participatie. Hoe doen we dat nou? En we hebben woningen tekort. En de mensen en bedrijven die opeens naar onze stad willen, kunnen we geen plek geven. En een andere leuke vond ik Stockholm. Die rekeningrijden heeft ingevoerd. Die heeft niet een lang participatieproces gedaan. Die heeft gewoon gedaan, vanaf nu rekeningrijden. En een half jaar. En daarna stoppen we er weer mee. En dan mag u zeggen, is het nou bevallen of is het niet bevallen? En als het niet bevallen is, nou, dan stoppen we ermee. En is het wel bevallen, dan voeren we het weer in. Zo kan het ook. Dus het zijn hele verschillende rollen en manieren waarop je je weg kunt vinden. Nou, en dat is waar wij naartoe zullen gaan, ook in de komende periode. Het gaat om een nieuwe structuurvisie, omgevingsvisie gaat die heten. Hoe gaan we dat lange termijnbeeld voor Amsterdam neerzetten? En belangrijk ook, hoe gaan we dat gesprek voeren? En dan gaat het dus niet alleen om, zijn we de grootste en de beste stad in de wereld? Dan gaat het ook om lijsten waarin Amsterdam altijd als een hele prettige, leefbare stad naar voren komt. En dat heeft Londen niet en dat heeft Tokio niet. Die staan laag op die lijstjes. En wat nou bijzonder aan Amsterdam is, is dat wij het misschien wel allebei hebben. We zijn én een super prettige, leefbare stad, waar je afstand gewoon nog in fietsminuten kunt uitdrukken. En we doen ook mee in die kansen die de wereld biedt. En als laatste zou ik zeggen, misschien is dat wel een thema waar we op door moeten. Wij zijn wel een metropool, maar wel een hele bijzondere, een kleine, die je op de maat van de mensen kunt uitdrukken. En kunnen we dat verder versterken in onze groei en de kansen die dat biedt. Nou, dat probeer ik. De hele reeks probeer ik samen te vatten in een paar conclusies. En eigenlijk hoop ik, Menno, dat dat een beetje een tipje oplicht van wat is dan de kwaliteit. Zullen we er even een applausmeter tegenaan? Was het een goed? Ik zeg, dat was een lang applaus, Pieter. Ja, ze is. Dus volgens mij gaf het een hele goede introductie. Een stormvloed aan ideeën en visies. Ik hoorde sommige mensen roepen, hadden we nog maar een masterplan? Maar goed, zo is het tegenwoordig niet meer. Eén vraag, omdat deze avond ook in het teken stond. Hè? Weliswaar is er niks mis met Pakhuis de Zwijger. Maar toch werd er gezegd, we moeten reizen. Dus we beginnen in Pakhuis de Zwijger. We gaan 6 keer. En dat is best bijzonder, want we gaan de buurten in om te praten over de hele stad. Wat meestal gebeurt op dit soort plekken, gaan we nu het gesprek over de hele stad naar buurten brengen. En dan komen we weer terug. En de vraag is nu, leidde dat nou ook tot ander soort inbreng? Het feit dat je niet eens een keer niet hier stond, maar dit soort thema's ook besprak op locaties. Ja. Zeg maar, wat ik op alle avonden zag, dat er was altijd een vaste kern die in dat onderwerp geïnteresseerd was. Die ofwel qua vak of qua superinteresse in dat onderwerp speciaal daarvoor kwam. Waar het ook in de stad geweest was. Ook als het in de Zwijger was geweest, waren ze ook hier gekomen. Ja. Maar er zat altijd een deel in de zaal van mensen die in de buurt woonden. En die niet was gekomen als het niet daar toevallig was geweest. En dat was toch elke keer een soort speciale mix van verschillende inzichten die dat heeft opgeleverd, juist door de stad te reizen. En wat hebben jullie daar dan als vernieuwende organisatie? Hè? Wat heeft die confrontatie jou geleerd bijvoorbeeld? Of je collega's geleerd? Nou, wat me dat geleerd heeft, is dat het balanceren is tussen aan de ene kant kwam daar de roep naar voren
hoe ga je dat met ons bespreken? Mag ik daar nog wat over zeggen? Of is dit eigenlijk al een feit? Dus gewoon het zoeken naar van is dit nou een zoektocht met elkaar? Of is het een inspraak? Of is het een wat zijn jullie eigenlijk aan het doen? Ja. Maar aan de andere kant ook de roep om neem nou maar bepaalde beslissingen. Doe het nou maar gewoon. Doe het gewoon meteen. En daar heb ik er ook een paar van laten zien. Waarvan wij zeggen van nou goed. Dus volgens mij liggen er ook een paar dingen die we meteen dit jaar al kunnen inkoppen. En die we kunnen doen. Of ik heb er ook een paar laten zien, die we bewust juist niet gaan doen. Ja. En die zijn ook uit dat soort avonden naar voren gekomen over om heel specifieke ja, dus dat is eigenlijk is dat Stockholm-voorbeeld een extreem voorbeeld van een vraag die ook aan jullie gesteld is. Wij hebben het in het klein gedaan misschien nog. Ja. Ja. En dan even tot slot, hè, want er wordt wel eens geroepen tot zogeheten burgeroptimisten. Dat ieder mens, als je ook geïnteresseerd is in zeg maar zijn stad, het grotere verhaal. Dus niet alleen maar in zijn eigen buurt en zijn eigen woning, maar dat als je de juiste vragen stelt, dat je ook antwoorden krijgt die wel breder kijken, zeg maar, dan zoals mijn oma zei, het klaphekje. Nou, dan mag jij natuurlijk roepen dat je het er absoluut niet mee eens bent, maar ik vermoed dat ook wel eens jouw ervaring zou kunnen zijn. Dat is wel mijn ervaring, maar ik ga daar heel eerlijk in zijn. En dat is ook waarom we dit punt voor vanavond nadrukkelijk op de agenda hebben gezet. Het is ook voor een ambtelijke organisatie zoeken hoe we dat doen. Ja. En de manier waarop we dat voorheen deden, met een bepaald initiatief wat je redelijk op zichzelf kon bekijken. En dan kon je dan kijken van nou, zijn we voor of zijn we tegen? Wat vinden we er eigenlijk van? Zie je nu dat alles zo complex aan het worden is in de stad en dat alles met elkaar samenhangt en altijd verschillende mensen, groepen, belangen mee betrokken zijn, dat we echt naar een nieuwe manier moeten gaan zoeken over hoe we daar gesprek over voeren. En ik zal daar heel eerlijk in zijn. We hebben tipjes van de sluier opgenomen van oh, zo zou het ook kunnen. Maar de zoektocht over hoe we dat gaan doen, ja, die staat, heb ik toch het gevoel, nu echt eerder te beginnen dan dat we zeggen we weten precies hoe we dat nou moeten gaan doen. Oké, okay. Dankjewel. Pieter Klomp nog. Nou, denkt u misschien, mag ik me niet daarmee bemoeien? Jawel, maar dat doen we zo meteen in de workspace. Want we gaan ons nu verspreiden. Dat betekent dat je hier kunt rondlopen, een half uur of als je wil een heel uur. En al die 16 kaarten afwerken en dan in het midden uitkomen of je op een bepaalde manier verhouden tot die impressie, hè, let op, impressie, van Havenstad daar. En het gesprek aan kan gaan met alle specialisten op die deelstudies, die kunt u herkennen aan een badge. Dus als u denkt, goh, iemand met een badge, dan kun je ervan uitgaan dat hij ook ergens waarschijnlijk een specialist in is en verstand heeft van een poster, snap je? Als je nou denkt, ik zoek een wat ander soort vorm. Hiernaast in de workspace gaan we zo meteen twee gesprekken voeren. Het ene gaat over de vraag, hoe uniek is wat wij nu meemaken? En is het misschien niet zo uniek dat we niet toch lessen kunnen trekken aan bijvoorbeeld de uitbreiding van de 19e eeuw, de jaren 30, misschien zelfs de tijd, de Gouden Eeuw, de Grachtengordel. Dat doen we met Fred Verders. Die schreef een boek 1000 jaar Amsterdam, dus die heeft behoorlijk wat overzicht. Met Peter Boelhouwer, die u misschien kent en die enorm veel verstand heeft van de woningmarkt en ook niet voor niks hoogleraar Housing Systems heet, is. En Floor Milikowski, die heb ik nog niet rond zien lopen, maar schijnt er wel te zijn, ja, hoop ik. Ja, die heeft een mooi boek geschreven van Wie is de stad? En die gaat vanuit dat perspectief daaraan meedoen. Daar gaan we zo meteen mee beginnen, over 5 minuten. Dus als je dat wil meemaken, naar de workspace hiernaast, gaan we daar een half uur over spreken. Dan is het even pauze. En dan gaan we die vraag waar Pieter Klomp toen net mee eindigde, die gaan we dan bespreken. Met een met Floor Milikowski, maar ook met Michiel Hulshoff, zowel participatiespecialist als een kenner van hoe participatie op zijn Chinees gaat. En Joop de Boer, die u misschien kent van Pop-Up City. En zij gaan de vraag bespreken. Op wat voor manier moeten we nu dat gesprek met de stad vorm gaan geven, zodat mensen betrokken zijn bij een groeiende stad. En ik geloof dat er koffie en thee ook ergens is. En een bar hier meteen om de hoek. Hè? Ik dacht, daar staat een bar. Even kijken. Maar als u wat wilt drinken, dan kunt u daar om de hoek meteen terecht. En dan, daar is gewoon de bar open, mocht u dorst worden. Laat u zich nog even interviewen. U kunt ook nog even bij de kaart komen kijken. Maar op dit moment zeg ik, we hebben er 2-3 minuten
om ons van hier te verplaatsen naar de workspace als u deel wil nemen aan het eerste gesprek over de historische lijnen van Amsterdam. En anders over een half uur, dan gaan we door met het thema participatie, hoe en met wie.
Even kijken. Dames en heren, als u denkt, goh, leuk die Mark, maar nu wil ik wel eens een workshop, of noem je dat, een talkshow volgen. Wij gaan over 2 minuten beginnen met ons gesprek over participatie en hoe moet de gemeente het gesprek met haar inwoners voeren over de toekomst van Amsterdam, over Amsterdam groeit. Daar zie je ze staan, Joop de Boer, Floor Milikowski en Michiel Hulshoff. En wij beginnen inmiddels over 1,5 minuut.
Ja, ben ik nog op ja, kijk. Dames en heren, als het goed is, bent u inmiddels helemaal op de hoogte van wat er op die mooie kaarten staat. U kent de maquette. Misschien heeft u ook, bent u ook wel even komen luisteren in onze, bij onze enerverende talkshows. We hebben nog twee mooie afsluitende momenten voor u. Het eerste is dat Atta de tolk een verbaal verslag zal geven wat hem vanavond ter oren is gekomen en wat hem daaruit is opgevallen. En er is natuurlijk ook hard gewerkt de hele avond aan deze nieuwe kaart, deze visuele notulen. Daar sluiten we mee af. Maar eerst, als iedereen zo, hier zich binnen, laten we zeggen, een minuut of twee even hier vooraan wil verzamelen, dan zijn we een mooie, enthousiaste, swingende club voor Atta de Tolk en voor deze kaart. Die kan je gebruiken of je kan ook die van mij krijgen. Oké, en komt u allemaal even naar voren alsjeblieft, want het is een grote zaal. En omdat er geen stoelen staan, lijkt die dan weer nog groter dan die eigenlijk is. Dus als u nou allemaal een beetje naar het podium komt, dan creëren we een mooi sfeertje voor Mark van Huistee en Atta de Tolk. Ja, je mag ook zelf de mensen naartoe, maar ik denk dat er nog, want het was drukker dan de mensen die nu in de zaal zijn. Dus ik denk dat we nog even 1 minuut wachten en dan geef ik jou gewoon de microfoon. Ga ik even kijken omhoog. Zo, komen jullie nog even naar de afsluiting? Want de andere dingen die ik al heb gezegd, namelijk ook veel in de reeks en de bijeenkomsten. Ja, en jouw introductie was veel dan ik had gezegd. Ja, des te beter. Ja. Dames en heren, wij gaan beginnen met het laatste onderdeel van de avond. Atta de Tolk en Mark van Huistee. Dus ik hoop dat jullie, kom met een biertje even hier naartoe. En loop een beetje naar voren, dat is leuk voor Atta. Uitgestorven. Ja. Dames en heren, mag ik een hartelijk applaus voor Atta de Tolk. Zou ik deze aan jou mogen geven? Dankjewel. Hallo allemaal. Ben ik goed verstaanbaar? Hallo allemaal. Oké, dan, hij doet het wel. Ik ben dus Atta de Tolk. Dankjewel voor de aankondiging. Ik heb daar in een hoekje gezeten. Ik ben een woordkunstenaar. Ik heb hier met pen en papier heel goed geluisterd naar wat er voorbij kwam. En ik heb een tekst geschreven die ik aan jullie wil voordragen, als dat mag. Mag dat? Ja. Oké, cool. Amsterdam staat geen seconde stil. Het groeit en groeit door. Deze stad zet het beste beentje en zelfs een voetje voor. Ouders weten, hoe groter het kind, hoe groter de zorgen. Zijn we goed voorbereid of blijft er toch nog iets voor ons verborgen? Een groei begeleiden, wat een grote uitdaging. Een brainstorm werd dan ook vaak genoeg een ondervraging. Aan elkaar, want wie neemt waar welke taak in? En wat heeft elke stap voor gevolg en waaraan hebben we maling? De stad groeit tot ons genoegen, maar barst bijna uit zijn voegen. Voor die ontwikkeling moeten we een oplossing zoeken. Wat denk je van verdichten?
De stad opnieuw inrichten. Sowieso is het toch al de stad met meerdere gezichten. Als het groeit als kool, zal de stad vanzelf zwichten. Geef toe aan de behoefte om het voor de mensen te verlichten. De ontwikkelingen hondsdol. Voor de lol tolt het non-stop. Hoe houden we het leefbaar voor iemand met een wandelstok? En kan oma straks met de rollator nog rollen door de buurt? Of heeft de infrastructuur veel weg van de Chinese muur? Op gebied van duurzaamheid zat ik er alweer naast. Ik dacht, als niemand meer een auto heeft, dan heb ik tenminste een parkeerplaats. Nee, nee, zei Pieter Klomp met de wijsheid van een leraar. Dankzij die gedachtes hou je de spiraal neerwaarts. In de toekomst gaat het om hoe efficiënt je bent. Dus als mijn moeder wil dat ik afval, zeg ik, mama, ik ben gewoon een grondstofproducent. Heerlijk toch? We hebben het over duurzame warmte, terwijl we ondertussen van de kou elkaar blauwbekkend omarmen. Stroomt de regen naar de put of belanden we van de regen in de drup? Regen is vruchtbaarheid. Brengt een regenboog geen geluk? Gelukkig kunnen we elkaars expertise gebruiken. Want wij delen allemaal dezelfde ruimte. Ruimte is onze gezamenlijke zegen. Ruimte om te denken. Ruimte om te spelen. Ruimte om door te groeien. Ruimte om te bewegen. Ruim genomen, hoe gaan we die ruimte verdelen? Opgeruimd staat netjes. Maar het oogt ook zo stijf. Je kunt je geest niet verruimen zonder ruimte in de wijk. Hier is overal ruimte voor. Behalve voor beperking. Esther zei het al. De Amsterdammers willen ruimte in de samenwerking. Leefbaarheid. Dat is pas een gaaf cadeau. Wereldstad, wat voor stad ben je eigenlijk op straatniveau? Geef je de bewoners ruimte om te ademen? Of schrijf je beleid om de vrijheid te beschadigen? Het belang van communicatie is echt ongekend. De gemeente moet niet willen optreden als een politieagent. Dit is een metropool, geen metropolitiebureau. Maar hoe jullie door de zaal bewogen, besef ik, zij hebben de juiste flow. Een lage drempel, terwijl ze bergen verzetten. Grote plannen, check alleen al die gigantische maquetten. De stad is een spons. De zelfverzekerdheid is gezond. Op de markt gaat het toch een beetje om wie heeft er hier de grootste mond. En in het park ben je voor je rust. Thuis is het lekker knus. En de andere kant van de stad, daar ben je zo. Door tram, metro of de bus. Een grasveld op het dak. Niet meer dringen voor de zon. Doe je ding op het balkon, ook al is het daar niet ruim. Je kan niet alles hebben. Wil je je droomhuis ook zonder die tuin? Genoeg mensen worstelen met een sociaal-economische achterstand. Niet iedereen kan zondags brunchen in eigen grachtenpand. Gun het meedoen aan die bewoner die de mentale klappen vangt. Want juist daarin zit de uitdaging. En die uitdaging is prachtig, want alleen schappelijk op maat maakt het maatschappelijk. Een inclusieve stad is laagdrempelig en toegankelijk. Geen klaagzang, maar voor hun aandacht danken we. Want voor hun leefbaarheid zijn zij ook van die stad afhankelijk. We gaan het aan. Hoe? Samen. Samen vraagt om een open houding. En zeker bij een intensieve verbouwing. Betrokkenheid. Niet alleen via verkiezingen van de raad, maar directer. Als op een hangbankje, als ik niet te veel van je vraag. Ik zie het ook. Jullie hebben al een waslijst aan taken. Bijvoorbeeld de opvang van mensen die verhuizen voor werk. De eco-nomaden. In een verdichtende stad mag community building niet verzaken. Sociale vitaliteit is hier het rode draadje. Het is nog net niet het rode draadje van een bom. Vitaliteit mag je nooit doorknippen. Als je wilt dat het goed komt. En ook al zijn we in de zwijger, ik heb me vanavond stiekem laten vertellen. Het verleden heeft ons geleerd dat we de toekomst niet kunnen voorspellen. Dus als je de toekomst beschrijft, doe dat dan als een ruwe schets. Met potlood in plaats van pen teken je de toekomst het best. Dank je wel. Dank je wel.
Dat was Atta de Tolk. Volgens mij was het applaus precies net zo lang als voor Pieter Klomp. Toch de twee grote presentaties. Iets langer hoor ik zelfs iemand nog zeggen. Dat zegt iets over in wat voor goede aarde het viel. We hebben hier nog een laatste element van de avond. Mark van Huizen, ik geef jou een microfoon. En ik vraag Esther Agricola. Even kijken hoor, die staat vast weer precies in mijn dode hoek. Ja, om een beetje te delen. En om wat te reageren op die kaart. Hoe begonnen we en waar staan we nu, Mark? Oké, we begonnen bij de stad en de thema's. Mm-hmm. En ik wist ook niet wat eruit zou komen. Ik wist niet wat er verteld zou worden. Dus ik begon te tekenen. En ik ontdekte op een gegeven moment... Ik heb vroeger in Oudekerk aan de Amstel gewoond. Misschien is jullie ook wel eens opgevallen. Maar de Amstel heeft de vorm van een gezicht. Dus uiteindelijk is Amsterdam een grote mindmap geworden. Ah, kijk. Dat is een mooie ontdekking. En iets wat waarvan je denkt, nou, ik ben begonnen, zei je, ik wist niet wat eruit zou komen. Nee. Zie jij kansen voor verdichting die we eerder nog niet zagen? Wat ik dus heb gedaan, is eerst zeg maar genoteerd wat er allemaal verteld werd. Mm-hmm. En ik merkte ook wat complex het eigenlijk allemaal is. Er zijn allemaal verschillende factoren die hebben invloed op elkaar. Maar er was één woord wat toch wel bij mij boven kwam drijven, was het verbinden. Juist. Daarom heb ik niet alleen Amsterdam groeit, maar ook Amsterdam verbindt ervan gemaakt. Ja, en ook meteen in het groen zie ik. Dat is meteen mooi. In het groen, ja. Want die verbinding die zat bijvoorbeeld in het verbinden van groen in de stad. Dat je van plek naar plek kan lopen. Maar wat ik ook wel een heel interessante verbinding vond, dat bevalt het verdichten van de stad een kans is om te verduurzamen. Dus ja. Het is ook een verbinding van thema's. Dus volgens mij moet je heel erg naar verbindingen zoeken om uit deze variëteit aan ontwikkelingen nog een beetje grip erop te krijgen. Ja, even kijken. Dus ik zie daar ook een uitspraak waar natuurlijk meteen mijn oog op valt. En dat ik een beetje weet wat het thema is. We zoeken naar manieren hoe inspraak gefaciliteerd / gestuurd kan worden. Is dat een... Nou, ik dacht wel... Is dat hetzelfde of is dit een soort let op? Het viel me wel op. Je hebt heel veel thema's. Ja. Er gebeurt heel veel. Maar je wil ook nog dat de bewoners participeren. Invloed uitoefenen. Maar hoe je dat precies doet, dat lijkt me nog een flinke uitdaging. En ja. Dus dit moet je ook bekend zien als een vraag bij jou. En misschien wel lichte kritiek zelfs. Zeg. Nee, een uitdaging. Een uitdaging, Ja. voor jullie. Esther Agricola, wat valt jou op aan deze kaart? Nou, ik vind het razend knap dat je Pieter zijn informatiedichtheid hebt weten bij te houden. Dus het komt behoorlijk in de buurt. Het geeft aan hoe veelzijdig, maar ook hoe complex het is. Het is een hele dynamische kaart. Voor mij golft het aan alle kanten. Mm-hmm. En dat is precies wat het is. Dus dat woord verbinden is essentieel voor mij. Dus ik vind hem heel goed. Ik zou hem eigenlijk in de wethouderskantine willen ophangen. Die hebben een eigen kantine, die wethouders. Dat wist jij niet, hè? Nee, dat wist ik. Die word ik nooit uitgenodigd. Nee. Goed bewaard geheim. Maar daar hoort hij volgens mij, thuis. Ik vind hem echt razend knap. En dat gezicht daar in de Amstelscheg is een eye-opener. Ja. Ja. En, los van dat hij heel knap... Ja, Mark? Ik hoop dat jullie dan de opmerking van Atta meenemen. De ruimte om te denken. Ja, dat vond ik wel een heel belangrijke dat hij noemde. Dat is een hele mooie. En ik vond ook jouw laatste zin fantastisch. Van pak niet de pen, maar het potlood. Teken een potlood. Want volgens mij is dat de essentie. En als ik even de vrijheid mag nemen om een paar dingen te zeggen. Wat hierin terugkomt, wat ik ook in de workshops heb gehoord. Mag dat? Ja, zeker. Ik zie af en toe mensen denken, als het geen half uur duurt, dan heel graag. Ja. Jij mag me afkappen. Ja, kijk, wat ik heel interessant vond, was de strijd tussen twee sprekers. De een zegt, de urgentie is enorm, we hebben geen tijd te verliezen. En de ander zegt, het moet zorgvuldig, want het gaat om kwaliteit. Ik vraag me af waarom die twee dingen nou echt niet samen kunnen. Moet je kijken met hoeveel mensen we hier zijn. Hoeveel brein en denkkracht er is. Dus volgens mij kan tempo, urgentie en kwaliteit en zorgvuldigheid
kunnen best samen gaan. Dat zie jij in deze kaart. Dat ruimte om te denken moet je gunnen. Je moet reflecteren. Maar het kan samengaan met die urgentie. Ik ben daar helemaal niet bang voor. Vervolgens, en ik herhaal het nog een keer, die discussie over participatie, zoek een ander woord graag, die is natuurlijk essentieel. Maar het gaat er wel om, en dat wil ik toch even mijn buurvrouw Elvira, want ik zat naast haar, memoreren. Je kan het werkelijk goed doen, zegt zij, als je de opgave anders formuleert. He, dan kan je met elkaar samenwerken. Dus je kan zeggen, we hebben een plan en het gaat om zoveel sociale woningbouw. Je kan ook zeggen, we hebben Sixhaven en we willen met elkaar hier een fantastische duurzame leefomgeving creëren. Hoe doen we dat? En hoeveel sociale woningbouw past daarin? Dat is een heel ander soort vraag waarin je kan samenwerken met elkaar. Dus van Elvira heb ik geleerd, je moet die opgave echt anders proberen te formuleren. Ja, en voor de mensen die Elvira niet kennen, is dat een... Elvira leidt het team Nieuwe Opgaven, wat zo'n breinteam is achter koers 2025. Heel belangrijk. Een andere eye-opener, een van de laatste, was dat Joop zei, we moeten meer samenwonen. En hij snijdt iets heel moois aan. Dat is namelijk het echte scheve woonprobleem in Amsterdam. Mm-hmm. Heel veel mensen wonen in hun eentje in veel te grote huizen. Ja. En heel... Dat was het punt van Joop de Boer. Ja. Die wonen in hele kleine huisjes en die willen best met elkaar wonen. Dus de wet en regelgeving zit ons ontzettend dwars. We zitten nog in de functiescheiding, niet meer in de planning, maar in de wet en regelgeving. En als we daar flexibeler mee om kunnen gaan, kunnen we op z'n 19e eeuw, het pleidooi van Fred, gewoon stukken stad bouwen, buurten, waarin je flexibel gebruik kan maken, al naargelang de behoeften. We gaan nooit weten voor wie we gaan bouwen. Dat is ook een illusie. Dat wisten we in de Berlage-tijd ook niet, wisten we in de 17e ook niet. Maak je daarna niet druk om, maar zorg dat er flexibiliteit is. Nog even één keer prikken, Esther, want je zegt urgentie, het snel moeten bouwen en groeien en het nadenken en zorgvuldigheid, dat kan samengaan. Als het zou kunnen en gebeurt op dit moment niet voldoende. Wat volgens mij heel erg duidelijk is, ook uit het verhaal van Pieter, we zijn echt met elkaar een zoektocht aangegaan. Echt een avontuur. Daar zijn we gewoon heel open in. Wij weten ook niet alles. Niet iedereen weet alles, maar samen weet je veel. En dat moet je doen. Dus ik geloof dat tempo en zorgvuldigheid niet per se een tegenstelling is. Maar er is maar één manier om eruit te komen en dat is samen aan die opgave werken. Het klinkt misschien heel erg voor de hand liggend, maar daar zit de crux. Ja. Mark, samen heb je al gevat in dat verbinden. Mag er nog een potloodje bij die tekening of verliezen we dan met twee handjes? Kan nog, ja. Iemand anders als laatste die zegt er moet hier nog een element bij. Want anders kan ik vanavond niet slapen als dat niet die kaart haalt. Gulden sneden of niet, zeg maar. Maakt me niks uit. Dit moet erbij. Wat zei je? Een drijvende wijk, Mark. Mag dat? Ja, leuk. Ja, heel leuk. Ja, gaan jullie stroom meteen oplossen. Een drijvende wijk, als een potloodje, een drijvende wijk. Nog een punt of zouden we er dan wel zijn voor het ogenblik? Potloodje, drijvende wijk. Dit is mooi voor de wethouderskantine. Misschien een gravure ervan voor normale mensenkantines. En dan zijn we erg blij met deze kaart. Ik heb nog één punt. En dat is, ik zag mensen opbladeren. Maar als u zo meteen bij de bar staat, u heeft even niemand om mee te praten. Of u zit straks in de tram. En ligt hier een heel mooi blad, Plan Amsterdam. Voor iedereen beschikbaar. Daar staat de hele agenda van Amsterdam groeit. Staat daar, wordt daar in zichtelijk, staat er toegelicht. Achtergronden is gratis, eigenlijk een cadeau van de gemeente Amsterdam voor u. En dan als laatste opmerking wou ik zeggen, dank u wel dat u kwam, dat u mee heeft gedacht, dat u de bijeenkomsten heeft bezocht. Dit was een slotbijeenkomst van Amsterdam Groeit, maar Amsterdam blijft groeien. Dus in een verband komen we u vast weer tegen. Fijne avond.